Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik kreeg zojuist dit pakketje binnen en jullie begrijpen dat ik hier heel erg blij van word. Ik denk een heleboel van jullie, want ik heb hier namelijk al super veel vragen over gekregen. Dit is namelijk de nieuwe Noël Collection van Moju Londen. Dat is een stempelplatencollectie speciaal voor de kerst. En ik heb echt al superveel berichtjes gekregen via Instagram of ik deze collectie al binnen had. Wat ik ervan vond en of ik ze wilde laten zien. Ik heb dus net die collectie binnengekregen, dus ik dacht laat ik maar meteen mijn camera erbij pakken en het aan jullie laten zien. Ik wilde het eerst via Instagram doen, maar als ik het via de Insta-story doe, dan is die natuurlijk binnen 24 uur weer weg. En misschien is het wel leuker als je later ook nog eens terug wil kijken. Dus ik dacht ik maak er gewoon een hele aparte video van. Dit zijn dus de stempelplaten en ik heb ook nog een heleboel stempellakken ontvangen. Allemaal kleurtjes die ik dus heel goed kan gaan gebruiken voor die kerstnail art. Ik ga even alles wegzetten en dan ga ik je alle producten laten zien. Oké, ik twijfel. Zal ik eerst de lakjes laten zien of zal ik de stempelplaten laten zien? Ik heb geen idee hoe lang deze video weer gaat worden. Ik heb alvast één opmerking. Ik weet dat ik één stempelplaat mis. Volgens mij nummer 11. Ja, dat klopt. Er was iets misgegaan met plaat nummer 11, maar die komt er ieder moment aan. Die was namelijk nog nageleverd. Dus ik zal die ook waarschijnlijk wel maandag of dinsdag ontvangen. Als ik die binnen heb, dan laat ik die natuurlijk nog op Instagram zien. En alle producten komen trouwens via Bibi's Beauty & Supplies. Daar kun je dus al deze platen vinden. Nou, jullie weten het inmiddels wel. Al die collecties, die gaan altijd zo snel en zo hard. Dus mocht je hier echt interesse in hebben, wacht dan zeker niet te lang. Want dit zijn echt allemaal limited platen. Vaak is het zo, als ze op zijn, zijn ze op. Heel soms komt er nog een tweede levering. Maar als je er iets tussen ziet wat je graag wilt hebben, zou ik het zeker bestellen. Ik ga je gewoon alle platen laten zien. Ik denk dat ik van tevoren even die blauwe dingen eraf haal, of niet? Wat is altijd makkelijk? Ik weet nooit wanneer het fijner is om het te zien met dat blauwe of niet. Maar goed, dit is plaat nummer 7. Nou, ik zie hier al meteen weer hele leuke takjes, vogeltjes. Ja, ik ga toch die filters er even afhalen, die filmlaagjes. Even kijken hoor. Ja, hier zie ik allemaal weer takjes, vogeltjes. Ook weer zo'n ijskristalletje vind ik altijd heel leuk. Dat is gewoon onmisbaar voor een kerstnail art. Die kun je natuurlijk altijd ergens bijzetten. Superleuk. En hier staan een beetje van die dennenappels. Ook weer wat takjes. Een beetje die dennentakken. Ja, dit is echt een hele leuke. Een beetje die pijnkoon. Dit vind ik ook heel leuk. Dus dit vind ik een hele mooie plaat. Maar goed, ik waarschuw je alvast. Ik zal waarschijnlijk over de complete collectie enthousiast zijn. Dit is plaat nummer 8. Oh, deze is ook leuk. Hello Winter staat er. En hier staan ook nog wat leuke teksten. En er staan wat van die rendieren op. Oh, ik vind deze ook heel leuk. En hier staan wat meer bomen. Hier ook weer die boompjes. Blaadjes, dennenappels. Oh, deze is ook echt cute hoor. Ja, ook een hele leuke. Nummer 8. Dit is nummer 9. Oh, pingwings. Oh, deze is iets meer cartoonachtig, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook nog geen idee heb wat erop staat, hoor. Dit is echt de eerste keer dat ik ze zie. Ik had ze wel op een afbeelding voorbij zien komen, maar ik heb net nog niet gespiekt. Maar dit zijn dus allemaal pingwingen. Even kijken, pingwings. Hoe heet die? Hier een vogeltje. Ook wat diertjes. Een sok. Hier ook weer leuk van die sterretjes en een maantje. Hier ook wat van die sterren. Ja, dit is ook echt een hele leuke. Rendiertjes, kerstbomen. Ja, deze is ook cute. Echt heel leuk. Dit is plaat nummer 10. En ik weet trouwens niet waarom ze twee verschillende kleuren hebben. Ik heb geen idee wat het verschil is. En waarom dat dus de een deze kleur heeft en de andere kleur. Geen idee. Dit is plaat nummer 10. En hier staan ook leuke teksten op. Ook een beetje cartoonachtig is dit wel. Even kijken hoor. Wat staat erop? Christmas socks. Een lama, zo'n dinosaurus, Merry Pizza. Oh, dat is ook grappig, dat is echt zo'n kerstboompje in de vorm van een pizza. Even kijken, wat staat er nog meer? Hier ook beestjes. Hier zo'n foute kersttruipatroon. Even kijken, dinosaurussen, die lampjes zijn ook altijd leuk, kerstbomen. Hier een flamingo in een kerststijl. Dus ja, deze zijn ook weer cute. Dan komt dus normaal eigenlijk plaat nummer 11. Nou ja, die zullen jullie later dan nog wel voorbij zien komen. Ik heb ook eigenlijk geen idee wat daar precies op stond. Dat zou ik even moeten nakijken. Maar dit is dus plaat nummer 12. En dit is zo'n dubbel stampingpatroon, zie ik.
Even kijken. Oh ja, dit is ook heel leuk. Hier kun je zo van die kerstornaments, van die kerstballen mee maken. Dan stempel je eerst dat ene, dan doe je deze eroverheen en dan heb je hier nog van die kleine accentjes. Die stempel je er dan weer bij. Ik zag deze ook op de site van Mojo volgens mij voorbij komen. Echt hele leuke dingen hadden ze daarmee gedaan. Ook weer takjes. Oh ja, deze ook volgens mij. Dus zo'n hulsttakje met van die besjes. Hier ook weer zo'n kerstbal. Een vogeltje. Ook hulsttakjes of kersttakjes met van die besjes. Dus dit is allemaal om een dubbel stamping effect te krijgen. Heel erg leuk. De volgende is plaat nummer 13. Oh, dit is ook zo'n dubbel stamping effect. En hier zie ik volgens mij al een kerstman en een sneeuwpop. Ja, Cozy Winter. Dear Santa staat er ook op. Kun je dat soort dingen maken. Hier ook weer een kerstboom. En ik denk dat je dan die slingers daarbij kan doen. En de balletjes als je ze omdraait. Dus dit kun je ook weer met dubbel stamping. Oh, deze ook. Dit zijn de kerstboompjes. En als je dan die er overheen stempelt, dan heb je zo'n effect. Met een boomstammetje. Soms moet je echt even goed kijken. Maar als je het uitprobeert, dan kom je er meestal wel snel achter. Hier volgens mij zo'n cadeautje. Een sok. En dan kun je ook weer zo leuk die patroontjes op die sok maken. Ja, ik vind het ook weer een hele leuke. Ik denk dat je hier echt hele mooie nail arts mee kan maken. Dus die ga ik zeker ook uitproberen. En tot slot heb ik plaat nummer 14. Oh ja, deze is ook weer cute hoor. Ook weer met leuke ijskristallen. Even kijken, wat zie ik er nog meer op? Een kerstboom, een sok. Ook weer een beetje in die cartoonstijl. Een kerstboom. Ja, dit is ook leuk met zo'n huisje. Dit blaadje vind ik heel leuk. Dit ijskristalletje. Merry Little Christmas. Dit vind ik ook een leuke tekst. Is ook vrij klein, dus die kun je mooi ook op kleinere nagels stempelen. Ja, ik vind deze ook echt heel leuk. Dus ja, ik ben er echt super blij mee. Ik kan niet wachten om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb al heel veel leuke ideetjes voor de kerst. Dus ik ga daar zeker heel veel leuke kerstnailarts van maken. Zal ik ook nog even snel alle stempellakken laten zien. Ik wilde namelijk een aantal kleuren die echt geschikt zijn voor de feestdagen. Dus ik dacht wat zilver, wat van die glanzende kleuren. Goud, groen. Even kijken. Nou, dit is zilver. Deze heet Silver Wishes. Nou, dat is een hele mooie blinkende zilveren kleur. Ik had nog niet van die blinkende kleuren van Mojo. Ik had eigenlijk meer gewoon ja, van die creamy kleuren. Bijvoorbeeld net als dit. Dit is Forest Delight. Dit vind ik ook een hele mooie kleur. Nou, dit is natuurlijk perfect ook voor kerstnail art. Voor die dennenbomen. Dus deze kan ik heel goed gebruiken daarvoor. Even kijken. Nou, ik ga het gewoon allemaal laten zien. Ik weet niet of dat deze video dan te saai wordt. Maar ik weet dat jullie daar altijd heel erg in geïnteresseerd zijn. Dit is Shark Attack. En volgens mij moet ik deze even een beetje schudden. Ja, dat is ook een zilvergrijze met een mooie glans. Ik dacht, dan kan ik ook leuk van die Winter Wonderland nagels maken. Met een beetje dat donkerblauw en dat zilver en grijs. Oh ja, deze vind ik heel mooi. Volgens mij was dit ook een nieuwe kleur. Volgens mij hoort die ook bij de kerstcollectie of zo. Deze heet Rosy Sparkles. Oh, deze is echt mooi. Ja, dit is natuurlijk heel leuk om een beetje zo'n chique kerstnail uit te maken. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dan hebben we hier een mooie rood. Red Lorry. Nou, dit is natuurlijk echt dat knalrood. Perfect voor van die besjes bijvoorbeeld. Bij die mistletoe en bij die hulstakjes. Even zien hoor. Dit is Femme Fatale. Die heb ik misschien al of niet. Geen idee. Maar dit is natuurlijk ook een hele mooie rode kleur. Een beetje donkerrode kleur. Dus dat is echt wel weer een andere kleur dan die. Dus die kun je ook weer heel mooi voor de kerstnailarts gebruiken. Ik vind sowieso dat rood, dat bordeaux heel erg mooi. Dit is Gold Espresso. Oh, die is ook mooi. Ik moet hem denk ik even goed schudden. Ja, die ziet er ook heel mooi uit. Echt zo'n glanzende kleur. Ja, ik moet hem even goed schudden, want er zitten heel veel glitterdeeltjes in. Ja, ze zijn echt net binnen. Dus ik voel ook dat de flesjes nog vrij koud zijn. Dus die ga ik eventjes goed bekijken. Maar die lijkt me ook heel erg mooi. Dan heb ik hier, even kijken hoor, Peach Tart. Ook weer zo'n mooie glanzende kleur. Beetje zo'n peachy kleur dus. Ook deze moet ik even goed schudden. Ja, je ziet hier dat hier heel mooi van die glansdeeltjes in zitten. Oh, ik kan echt niet wachten om hiermee aan de slag te gaan. Even kijken. En ik krijg trouwens ook heel vaak de vraag, heb je echt een stempellak nodig voor de stempelnail art?
Ik zeg altijd ja, want je kan eventueel wel met een andere nagellak stempelen, maar dan moet je echt geluk hebben. Deze stempellakken zijn er echt speciaal voor gemaakt. Die zijn super gepigmenteerd. Nou, eigenlijk heb ik hier nooit problemen mee. Ze doen het altijd perfect. Dit is Into the Woods. Dit is ook een kleur die ik al had, maar die is op. Dus dat komt heel mooi uit, want het is echt een perfecte groene kleur voor de feestdagen. Maar ja, ik raad altijd aan om gewoon met stempellakken te stempelen. Dat gaat gewoon het beste. Heb je het mooiste resultaat. En er is niks frustrerender als jij een mooie nail art wilt maken en je hebt gewoon niet de goede producten. Dit is Silver Fox. Ook een hele mooie grijze kleur. Even zien hem. Ik race er even doorheen hoor, want ik wil ook niet dat hij te lang wordt. Dit is Prosecco Gold. Oh, die is ook echt mooi. Een hele mooie gouden kleur. Even kijken hoor. Gaan we even gauw open. Oh ja, die is super. Dit is natuurlijk ook echt heel mooi over een zwarte of een donkerbruine lak. En dan met dat goud stempelen. Oeh, ik kan echt niet wachten. Even kijken, wat hebben we hier nog? Oh, dit is ook weer een leuke groene kleur. Dit is Fresh Basil. Volgens mij heb ik deze ook al. Voor die fruit nail art toen. Maar goed, het is ook echt een perfecte groene kleur dus voor de feestdagen. En even kijken hoor, wat hebben we hier? Oh, ook weer zo'n mooie glanzende. Die moet je gewoon even goed schudden van tevoren. Dit is Galaxy. Nou, die ziet er natuurlijk ook super mooi uit. De kleur is nu een beetje gescheiden. Maar als ik hem even schud en als die op temperatuur komt, dan is die gewoon helemaal goed. Even kijken hoor. De één na laatste. Dit is Maroon. Oh, dit vind ik ook echt een hele mooie kleur. Dit is ook goed voor die dennenappels en die takjes. Kun je daar ook heel mooi voor gebruiken. En tot slot heb ik hier nog Jet Black. En dat is denk ik gewoon een gewone zwarte kleur. Is dit gewoon zwart? Ja, dit is zwart. Oh, ideaal. Zwart en wit gebruik ik natuurlijk het allermeeste. Dus dat is wel fijn. Zwart heb je nooit genoeg. Dus ja, heel veel mooie kleuren die ik dus echt perfect kan gaan gebruiken voor die kerstnail art. Nou ja, je weet in ieder geval wat er dus aan gaat komen. Ik ga zeker een aantal van deze stempelplaten gebruiken. Dus hou mijn YouTube gewoon in de gaten. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Volg me ook op Instagram, want daar laat ik ook altijd heel veel verschillende nail art dingen zien. En daar laat ik natuurlijk alle foto's zien. Dus dan kun je soms net even wat beter zien hoe de nail art eruit ziet. Dus als je inspiratie nodig hebt, kijk daar eventjes. Dat is Beauty Nails Fun op Instagram. Als je de video leuk vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. Alle producten in deze video zijn verkrijgbaar via Bibi's Beauty & Supplies. Daar hebben ze alle stempelplaten van Moju. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, zou ik zeker daar even kijken. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.